Diverse geneesmiddelen kunnen bijwerkingen hebben op het gebit. Van de bijwerkingen die tot blijvende schade aan het gebit kunnen leiden, staat caries op de voorgrond. En uh, belangrijk hierbij is dat caries uh, door geneesmiddelen snel, dat wil zeggen tot weken tot maanden na de start van het geneesmiddel, kan optreden. En de belangrijkste factor bij het ontstaan van caries door geneesmiddelen is vermindering van de speekselsecretie. En hierbij neemt dan de bescherming van uh, het gebit af. En een deel van de patiënten, maar zeker niet alle patiënten, ervaren hierbij een uh, droge mond. Nou, naast caries kan ook uh, erosie van het tandglazuur ontstaan. En erosie ontstaat uh, bij een lage zuurgraad in de mond, dat wil zeggen bij een pH van onder de 5,5. En daarbij uh, ja, wordt het glazuur al zogezegd zacht door demineralisatie. En tenslotte kan ook nog bruxisme optreden als bijwerking van geneesmiddelen. En hierbij kan dan blijvende slijtage van de kouvlakken optreden. Bekende geneesmiddelen waarbij gebitsschade kan optreden zijn inhalatiemiddelen. Maar ook andere geneesmiddelen kunnen bijwerkingen op het gebit veroorzaken. Nou, bij inhalatiemiddelen komt zowel caries als uh, erosie regelmatig voor. Uh, bruxisme treedt voornamelijk op bij geneesmiddelen die een invloed hebben op de dopamineafgifte, zoals bijvoorbeeld de antidepressiva, de antipsychotica, maar ook de amfetamineachtige middelen. En caries zien we vooral bij uh, antidepressiva en antipsychotica, maar ook bij geneesmiddelen die uh, anticholinerge eigenschap hebben, zoals uh, de middelen die gebruikt worden bij overactieve blaas, uh, zijn hevige uitbraken van kariërs gemeld. Um, het is zo dat natuurlijk veel geneesmiddelen een droge mond kunnen geven. En uh, een uitgebreide lijst daarvan is te vinden in een richtlijn die afgelopen jaar door het Kennisinstituut Mondzorg uh, uitgebracht is. En dat is de richtlijn Xerostomie en hypochialie uh, bij uh, polyfarmacie en uh, medicatie. Artsen en apothekers hebben een belangrijke rol bij het voorkomen van gebitsschade bij geneesmiddelen. Nou, bij start van de zojuist genoemde geneesmiddelen en zeker met uh, klachten van een droge mond hierbij, kan de huisarts of de apotheker de patiënt het beste spoedig naar de tandarts uh, verwijzen. De tandarts kan uh, vaker de patiënt controleren op het ontstaan van caries, maar die kan ook met behulp van speekseltesten nagaan of het voor die patiënt zinvol is om uh, speekselstimulantia of speekselsubstituten te gaan gebruiken. En bij bruxisme kan de tandarts een spalk maken om op die manier verdere slijtage van de kouvlakken te voorkomen. Nou specifiek wat betreft de groep van de inhalatie medicatie, eh, daar is het goed om de patiënt te instrueren om na gebruik de mond te spoelen met water. Om zo eventuele poederresten eh, te verminderen, maar ook om de pH te neutraliseren. En daarbij is het ook van belang om de patiënt te attenderen dat deze niet direct na de inhalatie zijn tanden gaat poetsen omdat dat kwetsbare glazuur nog zeker een half uur nodig heeft om te herstellen door middel van remineralisatie.